Ze waren bang voor terroristen die mee zouden komen in de vluchtelingenstroom, maar nu worden ze zelf als terrorist gelabeld. 5 leden van de Dutch Self-Defense Army horen vandaag jarenlange celstraffen tegen zich eisen, omdat ze Molotov cocktails tegen een moskee gooiden. Jongens worden verdacht van terrorisme. Ja, dat is sterk overtrokken, toch? Stel jongens... Ja, weet ik wel. Maar ik bedoel, in de dronken kop, een paar flesjes. Ik geloof dat het nog bierflesjes waren ook, toch? Ik bedoel, het was niet echt... gevuld met benzine? Gevuld met... Ik ben er niet bij geweest, dus dat weet ik niet. Dat zal dan. Er is tegen 4 van de 5 verdachten geëist een gevangenisstraf van 4 jaar, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. En tegen 1 van de 5 is geëist 4 jaar, waarvan de helft dus 2 jaar voorwaardelijk. Je gooit een brandbom naar een gebedshuis, dan weet je gewoon, dat moet je niet doen. En dat is geweldgebruik. Ik zie dat helemaal niet als geweld. Ze hebben tegen een gebouw. Maar ze hebben niet direct, ze hebben geen... moskee natuurlijk. Ze hebben geen benzine over iemand heen gegoten en die geen haar gestoken. Dus ja... Ja, dat zou helemaal... Ja, nee, ja, dat zou helemaal ergens zijn, natuurlijk. Maar het is dus tegen een gebouw. Terrorisme, dat is nogal zwaar. Waarom hebben jullie dat label erop geplakt? Het gooien van Molotov cocktails naar een moskee. Dat hebben ze gedaan om de bezoekers van de moskee, moslims, angst aan te jagen. En dat noemen wij een terroristisch oogmerk. We vinden dat een heel ernstig feit. Ja, dat moet je natuurlijk absoluut niet doen bij een moskee of bij, nou ja, sowieso welk ander gebouw dan ook. Dus daar zijn we het over eens. Maar alleen onze stelling is, ze hebben het niet gedaan. En als ze het gedaan hebben, dan is het werkelijk zo'n zeldzaam stupide uitgevoerde actie, dat je toch ook wel mag zeggen van, nou, dat mag ook wel een beetje doorklinken. Fanatieke steunbetuigingen aan Adolf Hitler en de Waffen-SS en de Ku Klux Klan. Dat heeft dus helemaal niets met de DSDA te maken. Dat is dan waarschijnlijk in de tijd van... Dat is in een WhatsApp-groep met jouw jongens? Nee, dat... Mag je me laten zien dan? Want ik heb het nooit gezien. Ja, dat zegt het OM. Ja, ik heb het nooit gezien. We zijn bezorgde burgers en we zien gewoon Nederland naar de kloten gaan. Deze jongens, blijven die lid of gooien ze eruit? Weet ik niet, dat ligt aan hunzelf. Ik bedoel, ik denk niet anders over zelfs voorheen. Ze zitten daar in Vught. Nou, dat lijkt me geen pretje. Ze zitten nu in een gang waar ook jongens zitten die worden verdacht van terrorisme. Precies de mensen waar we ze tegen zijn. Ja, dat is inderdaad een menging die niet mijn voorkeur heeft. En die cliënten zelf ook bepaald niet prettig vinden. Ik vind het ook niet erg handig. Gelukkig zitten er nog een paar muren tussen. Ja, er zitten gelukkig een paar muren en een paar stevige deuren tussen. Als ze zoveel jaren de cel in moeten, dan moet je misschien maar een cake gaan bakken en daar een vel in verstoppen. Wie weet. Nou, vel niet, maar wie weet. Hè? Kunnen we ze nog eens bijslaan.